video. Ik ga nu naar beneden mijn haar doen. Mijn make-up is bijna af. We hebben vandaag shoot. We gaan in desert shooten. Mijn make-up is gedaan door koud haar, maar is nog niet af. We moeten straks even puntjes op de i zetten. En we hebben last minute besloten om hele fijne kleine krullen te doen. En we hebben zo'n krultang niet mee. Dus we hebben gevraagd of beneden bij de kapper mijn haar gedaan kon worden. En dat kon. Ik heb nog mijn pyjama aan. As you can see. Vandaag is het, by the way, woensdag. En we gaan met een hele groep naar desert. We gaan shooten voor Mamu Clothing. En nog voor een paar andere dingen wat ik niet kan zeggen in deze vlog. Maar ik heb super veel zin in deze dag. Ongeacht hoe weinig ik ook heb geslapen. 2 uurtjes. Nice weather. Yes, it will be nice weather. Yes? Yes. It will be not too hot. No, hot at all. Where's the hot? Nou, mijn haren zijn helemaal gekruld. Alleen we moeten straks helemaal die krullen uit elkaar halen. Even straks fixeren. Dat ging hij nu niet doen. Dat willen wij nu niet doen. Pas als we gaan shooten. En ik ga nu lekker naar de kamer. Ik ben benieuwd wat de meiden aan het doen zijn. Hi. Jongens, mijn haar is wel aan de voorkant een beetje uitgezet. Maar dat maakt niet uit. Mijn krullen zitten er nog in. En mijn make-up is ook al helemaal done. Thanks to Kautar. En wat ik jullie ook even wilde laten zien. Vanochtend. Ze hebben dit vanochtend gebracht. Een parfum waar ik zo lang naar op zoek was. Almaha. Finally. En deze ook. Arab. Dus uiteindelijk hebben we dit merk. En een winkel hiervan gevonden in Dubai Mall. Dat heb ik in mijn vorige video ook al gezegd. We zijn nu aan het wachten op Ihsan. En daarna gaan wij met z'n allen naar de desert. Gaan we daar even een paar kledingstukken shooten voor Mamu. En zoals ik al zei, we gaan nog andere dingen shooten. En daarna, wat is de planning daarna, Shay? Naar Dubai Mall. Ja, we gaan weer naar Dubai Mall. Het zit hier echt aan de overkant. Ja, en daarna gaan we lekker uit eten. We weten nog niet waar we gaan uit eten. Maar dat zien we straks wel. Heeft hij alleen maar van die kleine tas of ook groot? Oh, ook groot zie ik. Ook grotere, maar die zijn ook niet heel groot, hè? Ik heb echt zin om te shooten vandaag. Terwijl ik echt zo moe ben. Vandaag is het zo warm. Ja, ik wil ook een mondkapje. Vandaag is het zo warm. Is niet normaal. Niet normaal. Dit is gewoon niet normaal. Je gaat vandaag shooten, hè? Succes. Ja, ik ga shooten ook nog. Succes, ja. Wacht, ik moet mijn portemonnee pakken. Kom, wacht. Ja. Oké, top. Nummer 8. Ja, juist. Die wil ik dan ook. Jij wil nummer 8? Ja, die wil juist met dat broodje. Ja, dat is hem. Nee, ik wil de nummer 13. Ik ga ook 13 nemen, maar ik wil hem zonder kaas. Oké, en jullie hebben wel met kaas? Nee, ook niet.
Wallah, wallah, luister, dan stap ik nu uit. Nee, serieus. Wallah, ik stap uit. Ja, nee, doe maar niet. Ik hoop dat boos wordt. Ik word niet snel boos. Hè? Nu maak je me boos. Nee, nee, nee. That's it. That's it. I don't have four stamina. No, 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 no. Nou, zoals jullie zien zitten we bij de drive McDonald's. 4 jaar geleden heb ik hier die McArabia gegeten. Met moes, we vonden hem zo lekker, dus ik ga het er wel weer proberen. Sensitive stomachs. Honey? We have sensitive stomachs. Sensitive stomachs. How much? How much is it? 146. Oké, Koda, geef me. Wacht, wacht. Dit was in de weg, ze voelde het spiekje. Zal ik dat voor je doen, Mikey? Rijd naar het oog. Leuk. Kijk hoe schattig. We zitten aan elkaar vast, dat ze niet weg kunnen rennen. Ah, echt? Ja, ga je. Weet je niet. Kijk, hij heeft zijn eerste twee poten zitten vast. Zie je dat? Oh nee, dat is zielig. Zodat hij niet weg kan. Wacht, dat zou ik even inzoomen. Maar ja, ik zie het. Wat? Ja, dat is het toch niet? Weet ik veel. Kun je niet wel slapen? Weet ik veel. Jongens, we gaan nu hier shooten. Ja. Oh, heerlijk. We hebben een super mooie locatie gevonden. Tenminste, ze kenden de locatie al. Maar het is echt prachtig. En we gaan by the way deze vandaag hier shooten en nog andere items. Zin in, Shema? Yeah! Heerlijk! Leuk, hè? Daarop. Hier ga ik staan en daar shooten. Natuurlijk gaan we deze Yeezys uitdoen. En het is zo warm, we zijn even aan het zweten. We gaan even in de auto zitten. Ik wil jullie dit setje nog niet laten zien, maar het wordt een super nice setje. Is dat koud water liggen? Het is niet normaal hoe warm het is. Niet normaal vandaag, niet te doen. Gaat dat, Shane? Ja. Oh my god, jongens, kijk hoe leuk. Dit gaan we nu ook shooten voor Ihsan. En zij woont, by the way, in Dubai. Maar ze komt uit Nederland. En dit heeft ze zelf ontworpen. En ik mag lekker model staan voor haar, zo leuk. En Shema en Eep zijn daar aan het chillen. Het is niet normaal warm. We zijn nu klaar met de Mamu collectie en Kautar.
die heeft lekker zitten dutje doen weer. In de auto. Echt hè? Kijk hè? Nice. Oh, en een transparante rok. Ja, maar ik moet wel. Ja, tenminste. Ik moet wel iets onderaan. Zodat ik niet kan. Dit is wel veel. Zijn mijn vingers? Oh, ja. Op zich, ik vind het niet erg. Ja, het lijkt, toch alsof de, het lijkt toch alsof je iets eronder hebt. Ja, ziet toch. Nou jongens, wij zijn klaar. Het is een wrap. Ah, kijk hoe leuk dit setje is. Oh my god. Gaan we lekker omkleden. We zijn foto's van Ayoub aan het maken. Jongens, wij zijn teruggekomen in het hotel. We zijn omgekleed, as you know. As you can see bedoel ik niet as you know. Maar ja, ik heb dit pakje aangetrokken die ik ook in het blauw heb. Die heb ik gecombineerd met deze Dior tasje en Dior hoedje. Deze Balenciaga's. En Kouter ziet er ook onfliek uit. Kouter, je ziet er prachtig uit, schatje. Like always. De shoot is super goed gegaan. Shema is naar de kamer om even ook snel om te kleden. En daarna gaan wij naar de mall. We weten nog niet waar we gaan eten, want we hebben voor vandaag nog niks gereserveerd. Ik ga even een vriendin zo berichtje sturen. Jera, die hier woont. Die komt ook uit Deventer. En ze woont hier al 7 jaar of zo. Ik weet niet precies hoe lang. Maar ze woont en werkt hier. Dus we wilden ook, tenminste ik wilde graag met haar afspreken. Dus kijken of ze vanavond ook gezellig bij ons kan aansluiten. En we gaan lekker weer rondjes lopen in de mall. Want je hebt daar zoveel winkels waar we nog naartoe willen. Oh ja, vooral die kledingwinkels die we gisteren aan het eind zagen. Hè? Weet je toch? We zeiden, oh deze heeft mooie kleren, deze heeft mooie kleren. Dat waren winkels die we zeg maar qua brand of naam niet kennen. Maar ik ben echt super blij met hoe de shoot vandaag is gegaan. Super gave, mooie locatie. Thanks to Ehsan. Ik denk niet dat wij anders op zo'n weg zouden terechtkomen. Nee, hè? Of wel? Je hebt hier een haartje van die brush. Oh ja, zie hem. Zie je? Je feel hem. Oh, je ziet er mooi uit. Shame. Nou, dit is de lobby van ons hotel. Heb ik al eerder laten zien. Maar omdat dit een nieuwe video is, laat ik het jullie gewoon nog een keertje zien. Het zit tegenover de Dubai Mall. En ja, mondkapjes verplicht. Er liggen gewoon hier genoeg mondkapjes die je kan pakken. En ja, ik ga trouwens een nieuwe mondkapje pakken. Jongens, wij moeten ook naar Marina, hè? Ja. Ik denk dat jullie heel leuk zouden vinden bij Marina. Ja. Marina is echt leuk. Waar is dat? Ja? Vond je het leuk daar, Ka? Hè? Vond je het daar leuk? Vond je het daar leuk? Ja, was wel, ja het was wel oké. Okay. Ja, toch? Cheesecake Factory. Cheesecake Factory. Ja. De bekende fontein, jongens. De welbekende fontein. Maar dit is dus hier. Hier heb je allemaal bekende restaurantjes. We willen hier ergens eten. Waar gaan we eten, jongens? We gaan lekker rustig kijken. Ja. Nou. We zijn helemaal moe van het lopen. En nu gaan we daar boven bij Hoeka zitten. Even eten en wat drinken. En een vriendin van mij, Jera, die komt ook naar me toe. Of naar ons toe. Jongens, we gaan hier eten, Tulum. Het is een Mexicaanse keuken. Het zijn lekkere dingetjes hier. Allemaal tapas en dat soort dingen. Want bij Hoeken hadden ze geen plek en we hadden niet gereserveerd. De wachtrij was 2 uur. Maar dat gaan we nooit doen. Dus we gaan lekker hierheen. En op het terras zitten. Zo nice. Oké, die benen. Niet zo
druk. Oh wow. Really nice tables. Welcome ladies. Thank you. Super mooi restaurant. We gaan lekker eten. We zijn helemaal kapot. En we zitten gewoon letterlijk bij een prachtige uitzicht. Kijk. Hier heb je de Burj Khalifa. En kijk hoe mooi. Echt prachtig. You want a spicy, ma? Yes, spicy, please. Oh my god, het ziet er zo lekker uit. Thank you. Thank you. Thank you so much. Dit ziet er toch gaaf uit. Gaan we lekker eten? Wat was dit ook alweer? Raspberry. Raspberry, nog wat? Geen idee, maar kijk hoe leuk dit is. En ik wil jullie even wat laten zien. Vandaag heeft Chema voor mij een paar foto's gemaakt. Die heb ik zojuist op Insta gepost. Heb je dit gezond eten? Ja, lieve, ga lekker eten. Kijk. Deze keuken nog nooit geprobeerd, hè? Echt? Jij hebt nooit Mexicaans gegeten? Ik vind juist dat jij echt wel van het proberen en... De telefoon is een beetje vies, maar kijk. Daar zie je. Die wel uit bij jou. Ja? Die heb ik net gepost. Ik vind het zo gaaf, deze foto. Thanks to Shema. Ik weet niet. Ze weet alles, hè? Oh my gosh. Niet normaal gewoon. Jongens, we zitten bij Letto. We gaan even lekker gebakje eten. En ik ben met Kautar, Shema en mijn vriendinnetje Jera. Zo. Het lijkt zo. Kijk dan, er is niemand binnen. Ja, hier ook. Hier rechts ook. Nou, we kijken wel gewoon. Ja, kijk, die gaat ook dicht. Nou, we zien wel, jongens. Je hebt je toetje niet eens opgegeten. Wel? Niet? Mijn toetje? Ja, jouw macaron. Niet helemaal op, maar helemaal. Dat is heel machtig. Ja. We gaan nu lekker naar huis. Naar huis. Wij zijn letterlijk een weg aan het oversteken. Kijk eens. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Jongens, dit is een hele bekende Instagram spot. Overdag zou je dit beter zien, maar mensen gaan hier staan, hier zo. En dan maken ze zo'n foto. Met hele Burj Khalifa erop. En hier heb je dus een café lounge. Hoe heet dit ook alweer? Shame? Waar wij nu zijn? Adres Boulevard. Adres Boulevard, dat is waar wij nu zijn. Dus mocht je naar Dubai komen en je zoekt een leuke spot, kom hier overdag, niet in de avond. Jongens, we zijn vandaag één dag verder. Vandaag is het donderdag. We hebben het gisteren ook weer super gezellig gehad. Gisteren was wel een lange werkdag. En ik heb weer niet kunnen slapen, maar dat maakt niet uit. Vandaag hebben we weer van alles en nog wat op de planning staan. Maar dat vertel ik jullie in mijn andere video, want we gaan nu eruit. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie weer bij mijn volgende video. Bye bye!